fiets organiseren. En dat nou, we willen doen een Luxe for Life. En dat willen we doen voor UNICEF. En dan geld ophalen voor UNICEF. En we gaan een flashmob houden, zodat veel mensen komen kijken. Auw! En we gaan promotie maken op internet, krant, tv. We gaan jullie doodspammen. Ik ga een folder maken voor het benefiet. We gaan in het Luxor Theater gaan we het proberen te doen met bekende artiesten. En in de folder komen leuke dingen staan en de datum, de tijd. En er komen ook veel talenten van onze school, het Beekdal Lyceum in Arnhem. Ja, we zitten dus op het Beekdal Lyceum. We hebben 4 beekweken op het Beekdal Lyceum. 3 daarvan gaan wij onze maatschappelijke stage, onze masuren gaan wij volmaken. En dat doen we nu samen met Yangdan voor UNICEF. En deze beekweek gaat over goede doelen. Toen zijn we vanochtend met een klein groepje gaan brainstormen om wat we gaan doen. En dan wouden we een benefietconcert gaan geven. Wij gaan voor de promotie een flashmob organiseren en dat gaat ongeveer zo. We willen ook promotie maken op tv voor ons benefietconcert. Hallo, ik ben Facebook. Je bent uitgenodigd voor een benefietconcert voor UNICEF. Bevestigen of weigeren? Ah, irritante reclame altijd. Bevestigen. Yay, nu mag ik ook. We zijn vandaag in Malden en we gaan aan Guus vragen of hij mee wil doen aan ons concert. Dus, Guus, jongen. Goeiedag. Wil je meedoen aan ons concert? Ja, Philip, voor wat doel is het? Voor UNICEF. En, UNICEF. Het is wel gratis, hè? Ja, nee, dat is prima. Ik doe er alles voor. Oké, mooi.